Ja, ik denk het ook. Ik heb even een quizje voor jullie gemaakt. En dat gaat over de vierdaagse feesten. Met de vierdaagse feesten ken je het niet. Dat is heel raar, maar het zou kunnen. Was je klaar? Zo pak ik even een ander. Doe ding. We hebben altijd. Die. En op die vierdaagse feesten staan allemaal pleinen en podia. En nu dacht ik van nou, met RN7 hebben we natuurlijk superveel reportages daar gemaakt, live verslag. Dus ik ben even in de archieven gedoken. En ik kom op een aantal fragmentjes en dan hoor je Toon en je hoort ook Jill op een gegeven moment. En dan is de vraag aan jullie, over welk vierdaagse plein gaat het hier? En je kunt het soms, kun je het wel redelijk eruit opmaken, soms is het wat lastiger. En soms hoor je de achtergrondmuziek. En soms ben je degene die erbij was en de opname heeft gemaakt. Ja, precies. Dus laten we jou een beetje als bellijn gebruiken, Rick. En dan is het aan Lise om dat te beantwoorden. Yes. Fragmentje 1. Ik sta hier met iemand die naar me toe kwam en die zei... Ik ben echt geboren en getogen Nijmegenaar. En dat was jij? Ja, zeker. Hallo. Hallo. Ja, ik weet niet wat ik moet vertellen, maar ik heb nog nooit de Vierdaagse lopen. Wel altijd gefeest. Ken je Finna? Dat moest ik even doen natuurlijk, maar heb je nog wel vragen voor mij? Ons kort vraag stellen. Ja, nou ja, ik vind het wel opmerkelijk. We hadden het er net al heel even over. Voor een authentiek Nijmegenaar, je hebt zelf nog nooit de Vierdaagse gelopen, zei je. Nee, dat klopt. Heb jij hem wel eens gelopen? Ik had me ingeschreven dit jaar, maar ik ben uitgeloot. Dus nu ben ik toch hier. Nou, tactisch gedaan, dat wou ik ook doen, maar dat lukte niet me inschrijven. Ja. Hij zou de Vierdaagse ook nooit halen, denk ik. Nou, je moet het hier een beetje van hebben van wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, Lize, wat denk jij, welk plein denk je dat het is? Ja, het klinkt best wel heftig, die achtergrondmuziek of zo. Of ik hoor dat nou gewoon helemaal verkeerd. Nee, het is inderdaad een plein, dat kan ik wel zeggen, want het is wel lastig deze, waar vaak bandjes en dat soort dingen staan. Dus je hoort inderdaad een drumstel, gitaartje volgens mij. Mag ik een tip geven? Ja. Het is een plein dat eigenlijk geen naam heeft. Wat moet ik hier nou mee? Ja. Het enige wat ik kon bedenken was Faberplein of zo. Of... Ja, dat is helemaal goed. Ja. Faberplein, ja, zeker. Daar staat hij, Toon. Fragmentje 2. Dus alle mensen die hier werken, die hebben prachtige pakken aan. We doen allemaal zo gek als dat we kunnen. Wel bij een bijpassend thema. Vandaag zijn we aan het wild plassen. Zoals je kan zien. Prachtige pakken. Gekkigheid, feestje. Het is geen podium. Maar het is wel heel kenmerkend. Ja, zeg het maar. Nee, geef maar een tip, Rick, eerst. Een tip? Ja. Iedereen moet er zo nu en dan een keer naartoe. Het is noodzaak. Hoge noodzaak. Hij staat vaak heel dicht. Het is wel echt de plek waar je moet zijn. Ja. Tijdens de vierdaagse of ja. Sowieso? Ja, het is de plek. Ja, en sowieso ook wel, maar dan al helemaal. Dan is het echt de place to be. Godver, dat weet ik echt niet. Ik heb het letterlijk gezegd. Het is de place to be. Is het toilet wat bij het Valkhof altijd staat. Daar iets voor, dan heb je altijd van die gare mensen. En dan, daar durf ik nooit naar binnen. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat vind ik altijd best wel vervelend. Ik herken het van het wildplassen. Want ze liepen ook even van die dierenkostuums en zo. Precies. Ja, er was dan van tevoren, we gingen het ook al over toiletten. Zo vond ik al iets te obvious. Dus ik dacht, nou, laten we het zo. Inderdaad, de place to be. Fragmentje 3. Ja, hoi. Hallo. Ja. Karin is nog een beetje verlegen omdat ze niet helemaal door had dat er een camera bij zou komen. Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe bevalt het tot nu toe? Heb je het een beetje naar je zin? Nou, wij komen net binnenlopen, dus ja, prima. Maar je komt ons net binnen? We komen net binnen, okay. Ja. Ja, met de bus. Met de bus. Waar kom je vandaan? Ewijk. Ewijk. Ja. Ewijk. Ja, Ewijk. Wat je hier van je achterhoofd moet houden is hoe ze daar is gekomen. En dan kun je op zich raden waar het is. Ze is binnengekomen ergens. Ja. Maar het is niet binnen, neem ik aan. Nee, ze zei dus van, we zijn hier net gekomen met de bus vanuit Ewijk. Wat is dan de eerste plek waar je in principe wel kan zijn? Plein 1944 of zo. Ja, loop iets door in je hoofd. Waar kom je dan uit? Als ik iets doorloop. Ja, als je op plein 44 met de bus aankomt. Dus je komt daar zo aan en loopt dan rechtdoor. Waar kom je uit? Grote Markt? Ja hoor, de Grote Markt is helemaal goed. Ik dacht oprecht dat het een andere was. Nee, dit is Grote Markt. Maar ik kwam gewoon verkeerd in de... Ik hoorde Nederlandstalige muziek op de achtergrond, dus ik dacht echt wel... Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit zo meegekregen, dat op Grote Markt zo werd gedraaid. Ik weet wel dat wij vorig jaar, voordat we naar Roxanne Hazes toe gingen,
toen was er een of andere gozer, dat was ook een Nederlandstalig, die coverde van alles. Ja, je had zo'n bandje, zo'n coverbandje, iets met 7 erin of zo. Ik weet niet. R en 7. Ja. Oké, nee, dat was de grote markt, inderdaad. We gaan nu naar de ene laatste. Momenteel is hier nog een ABBA tribute band bezig. En zoals je achter mij kan zien, is het best wel druk. En iedereen staat echt te genieten. Maar vanavond treedt hier om 11 uur Navarone op. En die mogen wij ook spreken. Dus om 9:45, ga even naar rn7.nl of luister via de radio of tv. Want dan hebben wij Navarone op de bank zitten. En dan kunnen ze een aantal leuke vragen stellen. Dus ik zie jullie dan. Is een stage en daar staan heel vaak van dat soort bandjes. Bijvoorbeeld de Staten, die heeft er ook al vaker gestaan. Is dat niet in het Valkhof? Of? Nee, ik snap wel dat je dat denkt inderdaad. Maar dat is hem niet. Hij is voorbij gekomen eerder al in dit gesprek. Ja, wat heb ik daar nou weer aan? Ik herinner me dat toch helemaal niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt helemaal niet zat op te letten bij het fragmentje. Volgens mij heb jij dit gefilmd toen. Het is met Jill en dan staat ze iets hoger en dan zie je het publiek op de achtergrond. Oh ja, dan is het waar je met de bus aankomt. Plein 44. Ja hoor, plein 1944, dat is hem, inderdaad. En dan gaan we nu naar, bij het laatste fragment. En die is wel redelijk te doen. Het is hier, elke keer ben ik een beetje verbaasd over hoeveel gezelliger het hier eigenlijk is dan ik verwacht. Want het lijkt alsof er eigenlijk alleen maar een beetje eetentjes staan. Alsof het een doortocht is van het station naar het centrum. Maar ja, zoals je ziet hier, kijk heel even met me mee. Er is hier een heel podium. Alle mensen die zitten. Draai de camera's heel even die kant op, heel even kijken. Ja, precies. Het is hier gewoon echt hartstikke gezellig. De laatste. Ja. Waar gaat het hier om? De doortocht van het station naar de stad. Eetentjes wordt overgesproken. Hoe heet dat? Dat weet ik niet. Het is de Ramblas. De Ramblas. Dat was de laatste. Tony stond daar inderdaad ook. En een aantal plekken dus waar de zomerfeesten gehuisvest zijn. Rick, had jij ze allemaal goed in je hoofd? Nee, ja, die ene dus niet, die grote markt niet. Nee, maar dat was puur vanwege iets van wat die vrouw in dat fragmentje zei. Toen dacht ik van, oh, dat is de Welkade. Maar dat blijkt dus niet zo. Whatever. Okay, nou goed. Lindesjeune maar doen dan. Ja, ook weer typisch Nijmeegs natuurlijk, hè. Dat wist ik helemaal niet. Maar goed, waar rook is, daar zijn wij.